Welkom bij de derde Fit Nation Lunch and Learn vandaag. Nou, ten eerste tof nieuws. Vanaf nu gaan we elke week op donderdag om 12 uur een Lunch and Learn houden voor jullie. We hebben hiervoor een aantal hele leuke gasten geboekt, waaronder de CEO en oprichter van OneFit, Camille Richardson, Mark Duitert van First Energy Gum en Olympisch kampioen, Dr. Ludidi en nou, een hele toffe ondernemer, Marjolein Meijer, van oprichter en CEO van onder andere Train More Club Sportief en High Studios. Dus het wordt heel tof. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over retentie. Samen met mijn collega Dree Wijnals, Key Account Manager bij Virtual Gym. En we hebben uitgenodigd de retentiespecialist uit Nederland, Peter Wolfhagen. Peter, misschien kan je jezelf even introduceren. Nogmaals, na zo'n introductie hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen. Ik kan het alleen maar erger maken. Ik werk al meer dan 30 jaar in de branche. Ik heb verschillende rollen gedaan, aanvankelijk instructeur. Testen heb ik heel veel afgenomen, bewegingswetenschappen. Maar de laatste 15 tot 20 jaar heb ik met name gefocust op het proces van klantenbehoud. Omdat dat eigenlijk te maken heeft met het proces van gedragsverandering, wat noodzakelijk is, mijn inziens tenminste, om mensen langdurig aan jouw club te verbinden. En daar zijn zoveel uitdagingen in de branche dat ik daar meer dan genoeg werk aan heb. En ik vind het ook veel boeiender dan om te kijken wat voor trainingsschema nodig is om iemand een hoger VO2 max te laten krijgen. Kijk, dus met deze ervaring denk ik dat we de tijd voor vandaag wel goed kunnen vullen, denk ik. Ik vrees dat we veel te weinig tijd hebben. Ik denk dat we vrees... Nou, laten we dan hopen. We lopen gewoon uit vandaag, ja. Een beetje vast. Maar wat misschien wel leuk is, dus alle twee bewegingswetenschappers. Ja, bewegingswetenschappers. Dus nou, ik ben wel benieuwd. We hebben twee heen. Ja, maar we zijn wel drie Limburgers, hè, dus met een zachte G. En maar even goed, want je had het over retentie, je hebt het over ledenbehoud. Kan ik dat een beetje een soort van hetzelfde? Is dat een beetje hetzelfde? En zo ja, wat is dan ledenbehoud, retentie nou precies? Ik merk in de praktijk heel vaak dat als ik vraag wat is je retentie en wat versta je daar dan onder, dat daar geen eenduidig antwoord komt. Ja. Over het algemeen, wat je het meest hoort, is een uitdrukking in een percentage. En dan zou het dan een maat zijn voor hoe goed jij je leden vasthoudt, maar dat is wel van belang. Ja. Retentie is eigenlijk jouw vermogen om leden vast te houden. Ja. Nou, hoe reken je dat dan uit? Heel vaak in de vorm van een percentage. En daar wordt heel vaak de methode gebruikt of de definitie die de URSA heeft ontwikkeld. Misschien even aanvullend. Wat is URSA? Niet iedereen kent de URSA. Zeg maar de NL Actief van de wereld. Ah, oké. Dus de brancheorganisatie voor de hele wereld. Maar volgens mij, Herman Rutgers kijk ik ook wel vaker en die is van Europe Active. Zou je het met je eens zijn met deze definitie? Dat is een interessante vraag. De relatie tussen URSA en Europe Active zou je ook in een webinar over kunnen vullen, maar dat zou ik niet willen. Maar het is wat Europe Active doet in Europa, poogt URSA ook te doen wereldwijd. Ah, oké, top. Ja. En die hanteren de definitie dat je de retentie uit kunt rekenen door te gaan kijken naar het totaal aantal opzeggers wat je in een bepaalde periode, meestal een jaar, hebt. En even kort, kun je hem een klein beetje naar je toe draaien? Oh, ja. Ik zie hem dat hij iets wat... Nee, hij begint weer... hij begint een klein beetje te lopen. Ja, top. En dat deel je, dus het totaal aantal opzeggingen in een jaar, deel je door het gemiddeld aantal leden over diezelfde periode in dit geval aan een jaar. En stel dat je dus 1000 leden gemiddeld hebt, je hebt 400 opzeggers in een jaar, dan ben je dus 400 van de 1000 kwijt, oftewel 40% verloop, hou je 60% over. Dus dan is de retentie 60%. Wat veel beter is, en daar zullen we het vandaag ongeveer over hebben, is te denken in maanden. Dus retentie druk ik uit in maanden, oftewel hoe lang blijven mensen lid? En dat wordt ook wel genoemd een soort survival analysis. Oftewel, wat ze in een ziekenhuis doen. Ik doe een bepaalde ingreep en ik ga vervolgens kijken hoe lang mensen nog leven na die ingreep. En hoe langer ze leven, hoe beter de ingreep is geweest. Ja. Dus als je retentie naar dat perspectief benadert, is het oké, hoe lang zijn mensen in staat om lid te worden van mijn club? Ja. Dus mensen starten, hebben een intake en hebben dan een bepaalde periode zijn ze lid. Dat vind ik veel interessanter om te kijken hoe lang mensen gemiddeld lid zijn en waar ze in het proces afhaken. Dat is eigenlijk retentie. En waarom is dat belangrijker? Omdat je dan alleen maar focust op mensen die binnen zijn al en je laat het niet beïnvloeden door sales. Want op het moment dat je gemiddelde ledenaantal een rol speelt in die discussie, kun je dus ook heel veel opzeggers compenseren door hele goede sales. Ja, je geeft aan dus nou retentie, die wordt eigenlijk nu, even een korte samenvatting, retentie wordt nu op jaarbasis berekend. Hè, meestal, percentage. Kan ook een maand, maar meestal per jaar wordt het. Maar jij zegt, ik adviseer veel vaker om eigenlijk even naar maandelijks te kijken, van hoe lang blijven mensen in dit geval. Nou, je moet het continu in de gaten houden, want een event is een soort lifeline van jouw club. Ja. Want als je retentie afneemt,
Dat betekent dat je inkomsten afnemen. Ja. En ja, daar moet je aandacht aan besteden. Ja, wat heel veel jij hier, Daan? Ja, we zitten natuurlijk hier als Virtual Gym ook namens veel met retentie bezig. Hoe zie jij retentie? Ja, misschien even inhaken hoe we dat bijvoorbeeld in Virtual Gym meten. Dat kijken we naar de lifetime value van elke klant. Ja. En dat is vaak uitgedrukt het aantal maanden keer het abonnementsgeld. Wees eens dat de yield, dus wat levert een klant mij op? Maar dat is ook een hele goede gedachte, omdat namelijk de aantal maanden daarin een cruciale rol spelen. Want het bedrag dat per maand blijft, daar maak je een keuze in. Dus dat ligt relatief vast. Waar de flexibiliteit in zit, is hoe lang ben ik in staat om hem dat te laten betalen. Ja. En dat is zo'n hele gezonde gedachte ook voor een club. Dus als een ondernemer tegen mij zegt, ja, ik heb deze maand 30 opzeggingen, dan is mijn vraag, maar wanneer ben je lid? Ja. Ja, interessante, heel interessante informatie. Ik hoop dat ook wel voor de luisteraars ook wel even een beetje een beeld geven. Ja, wat is retentie? Ja. Je gaf eigenlijk net al aan dat retentie super belangrijk is, want heel veel mensen die focussen zich op sales. Maar misschien als we daar ietsjes meer in duiken. Waarom is retentie zo belangrijk, Peter? Laat ik jullie een ander voorbeeld geven. Stel, jij bent tuinier of je hebt een enorme voorliefde voor tuinen. En je wil zorgen dat die tuin keurig in bloei staat, dan moet je zorgen dat er genoeg water is. Ja. Dus dan heb je een tuinslang en dan gebruik je een tuinslang en er zitten allemaal gaten in. Waardoor het uiteindelijk minder water bij die bloemen komt. Of je hebt een plant, een pot waar die in zit, er zijn aan de onderkant allemaal gaten, dus je gooit water in, alles loopt eruit. Wat kun je dan doen? Wat ga je dan doen? Ja, je gaat hem natuurlijk nu vullen. Nee, die gaten dichtplakken. Ja, je gaat hem dichtmaken, maar nu zou je hem vullen, dus in dit geval. Nou, wat gebeurt er als je de tuinslang harder openzet? Gaat het water er harder uit natuurlijk. De gaten worden groter. Ja. De tomaten persten eerder uit. Dat is precies wat er in een club gebeurt op het moment dat jij een enorme focus hebt op sales. Ja. Want wat gebeurt er als de salesafdeling een fantastische campagne heeft gedaan in januari en je hebt 150 leden geschreven, dan denkt de mensen op de voeding, oh shit, hoe gaan we hier godsnaam op de rit zetten? Ja. Ja. Letterlijk zet je organisatie onder druk en dat betekent dat er meer uitstroomt. Ja. Ik zie terug bij getallen bij clubs dat de maanden waarin veel mensen geworven zijn, dat ook mensen zijn die heel snel afhaken. Die krijgen nou minder aandacht. Die hebben niet de introductie gehad die je normaal zou willen geven, omdat de druk op stond. Je zet je organisatie onder druk, je uitstroom is groter. Ja. Dus wat is handig? Je kunt niet je alleen maar veroorloven om later blij te blijven. Het is veel handig om de tuinslang te maken. Ja. Dus waar zitten jouw gaten? Ja. Misschien nog, en die gaten zijn dus vooral eigenlijk, misschien heel praktisch retentie. We zijn nu meteen cijfers al ingedoken. Ik denk dat het ook goed is om te beseffen, we hebben het de afgelopen maanden in de webinars heel erg gehad over het blended model, offline, online. Ja. En ik denk, als we even offline, echt de experience in de club, dat is heel breed, hè, retentie. Waarom gaan mensen weg of blijven mensen? Dat gaat erom van bijvoorbeeld, hoe schoon zijn je clubs? Wat voor muziek wordt er gespeeld? Hoe hard staat het geluid? Vriendelijkheid. En dan hebben we nog een stukje online. En dat is bijvoorbeeld de begeleiding met een goede app. Zijn de trainingsschema's op orde? Is er goede communicatie via e-mail, via de community? Dat is het eigenlijk, die beleving, toch? Want we hebben het nu over cijfers, maar we moeten het ook even concreet maken. Nee, dat klopt. Jouw punt is heel valide, Daan. Het punt is, alles heeft invloed. Ja. Bij retentie is niet van, oh maar dat, als ik dat voor elkaar heb, dan is het allemaal goed. Nee, alles heeft invloed. Bovendien is ook nog voor elke klant iets anders belangrijker. Ja, dus voor de ene klant is jouw virtuele oplossing of jouw digitale oplossing heel belangrijk. Ja. En de andere interesseert hem helemaal niks. Voor de andere klant die vindt een schone kleedkamer heel belangrijk. Terwijl als de douche maar werkt, vind ik het prima. Ja, dat is lastig. En de kunst is voor een ondernemer, omdat alles een rol speelt. Als je al aandacht aan de retentie wil gaan besteden, wat ga ik dan doen? Welke factor ga je dan adresseren om te zorgen dat het beter wordt? Nou, dan merk ik meestal dat de meeste ondernemers dat niet weten. Ja. Want dat is ook heel lastig. Maar zijn er zijn trucjes voor. Maar zijn ze überhaupt, hebben zij überhaupt het besef dat zij aan deze soort factoren die Daan beschrijft, maar wat je zelf ook aangeeft, dat ze daarmee bezig moeten zijn? Of dat dat invloed heeft op hun leden? Te weinig. Maar niet te veel over cijfers, maar laten we even een gemiddelde club pakken. 500 leden, €40 per maand en die hebben 40% uitval. Dat betekent dat ze 600 leden per jaar verliezen. Ja. Omgerekend is dat ongeveer, ik zou je de details besparen, 2 ton aan omzet wat je kwijtraakt. Als de meeste ondernemingen in andere branches zeggen dat ze 40% van hun klanten kwijtraken, hebben ze vanavond het crisisoverleg. Ja. Want dat is een ramp. Ja. En onze branche lijkt op een of andere manier soms
een acceptatie. Ja, maar dat heeft iedereen. Maar en het is dus heel veel geld. Maar ja, Peter, je hebt van tevoren heb je een hele interessante statistiek met ons gedeeld. En die wil ik wel eventjes benoemen. Dan kunnen we het misschien even bediscussiëren. Zeg maar. 61% van de klanten die actief naar de gym komt in de eerste 4 maanden, verlengt ook na 1 jaar zijn abonnement. Ondanks dat ze in die 12e maand maar 34% van die klanten daadwerkelijk komt. Dus dat begin... Ja, als ik je even mag, rechtzetten in dit, dat klopt wat je zegt. Als we gaan kijken naar wat is nou belangrijk bij retentie, dan is het elke club anders. We hebben misschien straks even over hoe ik dan als club een beetje kan achterhalen waar jouw accent zou moeten liggen. Ja. Maar als je naar de grootste gemene delen gaat kijken, zijn er 3 dingen heel erg belangrijk. 1. Bezoeken. Ik leg dat zo even uit. 2. De interactie die je hebt met je klanten. En 3. De programma's die je aanbiedt. Die 3 springen altijd uit. Dus je kunt, als je als club, we zijn daar waar ga ik op focussen, zijn die 3. En waarom zijn bezoeken zo belangrijk? 1 ding, dat snapt iedereen. Iemand die minder vaak gaat komen, dat is een voorstadium van iemand die niet meer komt. Zeker. Want ja, als het zolang het leuk is en elke keer komt, gaat hij ook niet opzeggen. Pas op het moment dat ze minder vaak gaan komen, gaat het zaadje geplant worden, moet ik het denk ik maar blijven doen. Ja. Dus dat betekent dat als jij invloed wil gaan uitoefenen op de beslissing of ze wel of niet blijven doorgaan, moet je ingrijpen op iets waar je invloed op wil hebben, dat is namelijk het aantal bezoeken. Dus blijft iemand bezoeken. En wat ik dan ontdekt heb, of wij ontdekt hebben, is dat er een enorme relatie zit tussen het bezoekgedrag wat iemand de eerste 3 maanden vertoont, met de vooruitzichten op of ze na een jaar nog lid zijn. Ja, of ze het contract opzij of verlengen. Heel even kort, want ietsjes meer naar je mond toe en ietsje meer naartoe praten. Dan hebben we iets. Maria, iets, maybe you can help. Het is ook wel. Jullie hebben ook wel allemaal uitdagingen, hè? Ja. Dus het voorbeeld wat jij noemt van 1% is een voorbeeld. Ja. Maar in het algemeen is het zo: het percentage wat in de 4e maand nog in de club traint, en dan hoeven ze echt maar 1 keer in de maand te komen, dus echt niet zo heel vaak, blijkt een soort voorspellende waarde te hebben voor het percentage wat na een jaar ook lid is. Ja. Sterker nog, wat bleek dat als je in staat is als club om dat percentage in die eerste 3 maanden omhoog te krikken, was je retentie ook hoger. Dus dat is interessant. Zoals een quick win. Ja. Nou, dus eigenlijk een supergoed goede tip voor de luisteraars nu eigenlijk al, is gewoon zorg ervoor dat in ieder geval de eerste paar maanden de al mensen moet moeten komen. Ophalen, al moet je ze thuis ophalen, die moeten komen, komen naar de club. Dat is waar de retentie eigenlijk begint. Er zijn studies gedaan waarin blijkt dat, van, met name low budget, dat 15 tot 20% van de leden nooit komt. Ja. Dus die zeggen alleen maar dat ze abonnementen. Die worden lid, komen nooit. Ja. Maar je ziet bij heel veel clubs ook 5 tot 10% die de eerste maand niet komt. Dus die starten en komen toch niet. Nou, ja. Dan moet je als club erg bovenop zitten. Nou, toevallig zijn we nu heel druk met de ontwikkeling met een... Ja, met een module binnen Virtual Gym, dat heet de retentieplanner, om juist heel goed inzicht te krijgen voor elke lid van een club, wanneer die laatste keer is geweest. En bijvoorbeeld, dan kan je zelf instellen, bijvoorbeeld, nou, iemand die 30 dagen niet is geweest, die moet bijvoorbeeld geautomatiseerd een follow-up e-mail krijgen, maar bijvoorbeeld ook een taak dat de medewerker dit lid gaat bellen en vragen van, hoe kunnen we je weer op weg helpen om je doelen te bereiken? Dus ja, daar zijn we wel heel erg ook mee bezig binnen Virtual Gym. Hè. Virtual Gym is voor retentie, maar ja, we zijn daar echt bezig, ook precies wat jij nu zegt, met die voorspellende waarden, daar weer eigenlijk tools voor te ontwikkelen om het daarvoor makkelijk te maken. Ja, maar ook als we het gewoon kijken, hè, en Peter zei het in het begin al, ja, er wordt niet heel veel door fitnesscentra's nu op retentie gericht. Hè, dus heel veel mensen die richten zich op heel andere dingen, zijn er niet zo mee bezig en het wordt steeds belangrijker. Peter, in hoeverre zie je dat retentie ook belangrijk is in de praktijk? Hè? Vaak, waar besteedt de sportschool vaak aandacht aan? Aan sales of retentie? Nou, ik heb ooit, het is grappig die vraag, ik heb ooit, maar dat is al misschien wel 5 jaar geleden, een ballonnentruc gedaan. Dat ik mensen een ballon liet opblazen waar allemaal gaten in zaten. En dan kun je, als de ballon vol moet blijven, kun je blijven blazen, maar dat is heel intensief. Kunnen ook beter de gaten dichtmaken. Dus dat is een beetje diezelfde vergelijking. Je ziet dat mensen geneigd zijn om, als er een probleem is, met name in zich op sales te richten. Wat op zich niet onlogisch is, want ik doe een campagne. Ik kan precies zien hoeveel mensen reageren, hoeveel afspraken ik kan maken, hoeveel uiteindelijk leden het oplevert. Bij retentie is dat veel complexer, want alles wat we net al zeiden, alles heeft invloed. Dus ik zie dat mensen niet geneigd zijn om daar aandacht aan te besteden. Vooral ook omdat het best complex is en ze niet weten wat ze moeten doen. De praktijk is vaak, en dat bedoel ik niet vervelend, maar dat de meeste ondernemers kijken naar de hoogte van hun incasso elke maand.
En dat is een belangrijke factor, hè, want dat is je omzet. En maar daar waar een incasso in één keer naar beneden gaat, er dus minder inkomsten zijn, en je uiteindelijk hebt aangehaald, hé, maar dat komt omdat er veel mensen opzeggen, wat ga je dan veranderen? Ja, waarom? De waarom-vraag komt dan eens eerst. Als je geen idee hebt, waarom raak je ze kwijt? Ja. Nou, als je dat dus niet volgt en geen aandacht aan besteedt, ook niet analyseert, dan weet je ook niet wat je moet veranderen dan. Ja, maar hoe zou je dat dan, hoe zou je dan uiteindelijk wat meer inzicht kunnen krijgen van wat het probleem zou kunnen zijn? Zijn er bepaalde tools voor of is het een bepaalde... Ja, er is eentje die ik als ik clubs begeleid ook met name probeer te implementeren, is bij elke klant die stopt wil ik een exitgesprek hebben. Ja. Ik wil weten waarom iemand stopt. Ja. En niet bij de standaard vragenlijst waarin mijn rubrieken aangeven, want dan geven ze namelijk allemaal aan dat ze stoppen omdat ze mag de invulling. Ja. Nee, wat zeggen ze dan? Ja, het doel niet gehaald hebben. Dat was maar waar. Ja, geen tijd. Geen tijd. En dat vinden we eigenlijk onzin. Ja. Totdat je na gaat denken waarom een klant eigenlijk zegt geen tijd. Ja. Want dan wordt het in één keer logisch. Want wat gebeurt er? Hij heeft een aantal ervaringen die jij noemde. Niet schoon, te harde muziek, ik haal mijn programma niet, geen resultaat. Trainen is helemaal niet zo aardig eigenlijk. Online gebruik ik toch niet, betaal ik wel voor, doe ik niks mee. Ja. En zo zijn er een heel aantal ervaringen die uiteindelijk ertoe leiden dat iemand denkt, is dit nou? Ja. En dan gaat hij minder vaak komen, dan gaat nog minder resultaat zien. En dan komt het moment dat hij voor de balie staat en zegt, Dree, ik vind het heel vervelend, maar ik stop ermee. Ja. En Dree, goed opgeleid, die het goed traint, oh, mag ik vragen waarom hij stopt? Nou, wat zegt iemand dan? Al die verschillende dingen waren niet de reden. Samen wel. Alles bij elkaar maakt het voor mij heel legitiem dat ik hier geen tijd meer aan wil besteden. Het is me niet meer waard. Dus hij zegt eigenlijk, het is me de tijd niet meer waard. Ik heb geen tijd meer over om dit nog te doen. Dus het antwoord geen tijd klopt. Alleen, ik moet als club willen weten, wat zijn nou die verschillende factoren bij jou geweest die ervoor zorgen dat jij nu de beslissing neemt om te stoppen. Ja. En veel is, Dree heeft andere redenen dan jij. Ja, maar het lastige natuurlijk wat in de praktijk, want dit is natuurlijk, ja, je hoort het vaak, Daan die gooit het al meteen goed in, geen tijd. Maar hoe kun je het dan uiteindelijk wel doorvragen, maar doe je het dan echt op dat moment zelf? Hè? Als die mensen zeggen, of zeggen van, nou, ik doe dat nog met een vragenlijst erachteraan, want dat zie je ook vaak in de praktijk. Ja, maar de vragenlijst is standaard antwoorden en dan krijg je geen tijd. Ja, ja. Kunnen mensen zich verstoppen, dat bedoel je eigenlijk. Precies. Nou ja, nee, het is ook logisch, want namelijk al die dingen apart zijn geen reden. Die harde muziek was niet de reden dat die stopte. Wel in combinatie met geen doel halen, onvriendelijke trainers en noem maar op. Samen was het allemaal, ja, dit is me niet de moeite niet meer waard. Dus wat je kunt doen, ik begeleid de clubs daar wel in, is dat je een soort lijst maakt van allemaal factoren die een rol zouden kunnen spelen. En dan laat je iemand erop scoren. Hoe belangrijk was deze factor voor jou in je beslissing dat je nu stopt? En dan krijg je in één keer als club factoren die... En dan krijg je aanknopingspunten inderdaad. Oké, interessant. En vervolgens, wat ook niet onbelangrijk is, dat je ook ziet in jouw... zei het net, hè? Zie je ook of er wellicht maanden zijn waarin relatief er veel mensen uitvallen. Ja. En stel nou dat dat na 4 maanden is. Hè? Je brengt een jaar in beeld, je begint met 100%. Na 1 maand heb je nog 90, na 2 maanden nog enzovoort. Mm-hmm. En je ziet dat in die curve in één keer een knik zit. Dan zijn er dus relatief veel mensen die opzeggen. En als dat na 4 maanden is, dan moet je naar je customer journey gaan kijken. Wat gebeurt er na 3, 4 maanden, wat er wellicht niet voor zorgt dat ze blijven? Ja. Kortom, wat zou ik moeten veranderen om te zorgen dat die knik niet daar vindt, maar een maand later? Ja. We gaan zo die customer journey induiken, maar heb ik van tevoren eigenlijk nog 2 vragen, maar laten we met eentje beginnen. Waar bestaat retentie uit in een gym? Want ik denk dat er ook of verschillende concepten, ik denk dat daar ook wel een verschil in zit. Bijvoorbeeld, ja, we hebben verschillende concepten, bijvoorbeeld personal trainers, studio boutiques en de traditionele sportscholen. Hoe is die, hoe zie je retentie in die verschillende concepten? Nou, in de kern is het dus jouw vermogen om leden vast te houden. En dat is eigenlijk overal hetzelfde. Met die verschil dat, jij noemde een aantal voorbeelden, maar er zijn nog veel nadrukkelijke voorbeelden bij een boutique bijvoorbeeld, waar mensen geen lidmaatschap meer hebben. Ja, precies. Dus waar zij per bezoek betalen. Ja, of misschien nog zelfs intermediairs of andere concepten. Die zijn maar lid bij jou. Je hebt een club en er zijn mensen die via een OneFit bijvoorbeeld bij jou trainen. Ja, is die nou lid bij OneFit of lid bij jou? Formeel is die lid bij OneFit. Ja.
Is retentie dan belangrijk? Ja, dan wel degelijk. Maar ondanks het leerders bij OneFit draag je het wel bij in je omzet natuurlijk. Dus, maar het grappige is, ik heb ooit bij een groep ondernemers mogen zeggen, stel nou toch eens voor dat jouw lidmaatschappen inmiddels allemaal veranderen in een strippenkaart. Dus je hebt geen jaar lidmaatschap meer, geen 2 jaar lidmaatschap meer, het zijn allemaal strippenkaarten. En op elke kaart zit 1 strip. Dus geen 10 of 15, 1. Hoe zou je dan met je klant omgaan? Dat is een hele andere benadering. Maar pas op, daar gaat het heen. Want wat je moet doen is zorgen dat iemand tijdens dat ene bezoek zo'n indruk krijgt dat hij nog een keer zo'n kaart wil hebben van één bezoek. En dat is precies wat er met een boutique gebeurt. Maar boutique, misschien even, wat is een boutique? Ik kan misschien even... Nou, de definitie kun je een boek over schrijven. Kijk, je hebt een aantal echt high-end millennials boutique, laat ik het maar zo noemen. En dat zijn echt de nieuwe concepten die je met name in Amsterdam hebt. Dus bijvoorbeeld een... Saints and Stars, Road Gym, er zijn er wel meer. Road Cycle, dat is aan spinning. En daar is echt specifiek één activiteit... Alleen maar die wordt aangeboden. Mensen komen daarvoor 1 les en betalen ook per les. Ja, dus bijvoorbeeld wat cycling is er ook een voorbeeld van. Ja, zijn er een boutique, maar bijvoorbeeld onder een wat bredere definitie van boutique zijn ook alle yoga studio's. Alle PT studio's zijn ook vormen van een boutique eigenlijk. Dus het is veel breder wat dat betreft. Maar daar waar het model is pay as you go, dus ik betaal per bezoek. Dan wordt het cruciaal dat het bezoek zodanig is dat iemand nog terugkomt. Ja. En dat geldt in wezen voor de intermediairs ook. Als ik via OneFit of via Gympass iemand op bezoek krijg, hoe ga ik dan met die kant om dat die volgende week weer terug wil komen? Ja, dus eigenlijk als je het zo begrijpt, heb je dus bij boutiques of studio's of inderdaad intermediairs, die zijn veel meer gericht op echt die retentie. Terwijl een sportschool ook al wat zegt van misschien nog iets praktischer. Hetzelfde moeten doen dan. Maar eigenlijk zijn die heel erg gericht op dat de ervaring, als ze op de club zijn, dat die ook perfect is. En, want je moet wel. Want hij komt alleen terug als hij blij is, die klant. Het traditionele retentiedenken was, ik moet een 2 jaar lidmaatschap verkopen, we hebben 2 jaar niks te doen. Ik chargeer nu enorm, hè. Ja. Maar in wezen, voor de komende 2 jaar, ik zit binnen. Ja. Maar we weten ook alle 3, dat als iemand in die 2 jaar niet het gedrag vertoont dat hij vaak komt en dat hij de waarde van zijn geld krijgt, dan stopt hij na 2 jaar. Ja. Nou, wat ik probeer club duidelijk te maken is, het gaat sowieso die kant op. Langdurige lidmaatschappen, geloof me, over een aantal jaren wordt dat steeds lastiger. Je ziet nu een toename van klanten die eisen dat ze een maand lidmaatschap krijgen. Bereid zijn om meer te betalen overigens. Hè? Dus flexibiliteit kost geld, vinden ze acceptabel. Want ik wil me niet voor een jaar vastleggen, ik betaal weer liever meer per maand. En soms blijven ze langer dan een jaar lid, hè? Dus je hebt er nog meer omzet aan ook. Maar dat betekent een tendens naar kortere lidmaatschappen. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid voor een club gaat veel meer. Als die er is, moet de ervaring zodanig zijn dat die graag terug wil komen. Ja. En een adres, dat is nou precies de kern van zorgen dat iemand blijft bezoeken. Ja. Dus daarom, dat is een van de belangrijke aspecten binnen de retentie. Ja, dus dan heb je echt een andere mindset eigenlijk van de club en de medewerkers. Hè? Ja. Want die ervaring moet gewoon top zijn, omdat je niet verzekerd bent dat die terugkomt. Zoals bij een jaar lidmaatschap wel het geval is. En dus heeft de schoonmaakster ook invloed. Heeft degene achter de balie heeft invloed. Degene die les geeft heeft invloed. En de trainers op de vloer. Ja, vooral de fitnessruimte is de grootste winst te boeken. Want daar hebben mensen zaaldienst. Ja. Ja, dat is een verschillende term. Maar wat doet een trainer ook in een uur in de zaal? Ja, dat vond maar is het ook niet de laatste tijd ook wel wat meer veranderd? Want je ziet ook bijvoorbeeld bij heel veel boutiques, ze maken de hele sensatie eromheen. Niet alleen maar het sporten zelf, maar die hele sensatie eromheen. Die maakt eigenlijk op een gegeven moment van, oh, dit is echt dit is gaaf. Ik ga hier niet 1 keer in de week heen, ik ga hier 3 keer in de week heen. Je ziet ook veel vaker een soort van sociale cohesie, echt een community die ontstaat. En daarnaast vind ik die boutiques super gaaf om inspelen. Want die hebben dus inderdaad, als je bijvoorbeeld bij de Sinner Stars binnenkomt. Ja, je komt daar binnen alsof je in een discotheek komt. En je ziet al die concepten. En dat is natuurlijk afhankelijk van of je het wil of niet. Wat doet dat met je? Ja, het geeft je gewoon een fijn gevoel. Zou het in een reguliere club anders zijn? Nee, ik denk het niet. Precies. Daarom. Dus, en dat is wel gaaf om te zien. En misschien zijn... Dus eigenlijk kun je daaruit concluderen. Zij zijn misschien wel een beetje voorgelopen op de beleving die mensen graag zouden willen hebben. Het businessmodel dwingt hen ertoe. Ja. Maar helpt ze ook. Ja. Want als je gaat kijken naar het gedragsveranderingsproces wat nodig is bij een klant om te zorgen dat hij regelmatig komt. Ja, dat zijn andere aandachtspunten dan het zorgen dat hij een goed schema heeft. En wij zijn als branche heel goed in een programma maken om het lijf te veranderen. Ja. Nog even los of dat lukt, maar we zijn goed in het programma maken. Ja. Maar we zijn niet zo goed in het programma maken voor het mentale proces wat nodig is om te blijven komen. Ja.
En daar zit het grote verschil. Maar het mentale proces, is het dan echt een stukje mindset of mindfulness of een mentaal aspect? Hoe zorg je ervoor dat ik twee keer alleen kom? Ja, of echt het sociale, een beetje die beleving die je hebt in die sportschool. Dat komt ook al op. Ja. Maar mensen helpen met in hun weekschema tijd te kunnen reserveren om twee keer in de week te komen. Dat is echt je eerste een hele belangrijke taak. Ja. En wij hebben als branche heel erg de neiging, en instructeurs worden zo opgeleid, daar kunnen ze ook niks aan doen, om te zorgen dat ze wel een goed fysiologisch programma hebben, waarbij ze een fantastische vooruitgang boeken. Ja. We hebben hier twee bewegingswetenschappers, maar we kijken heel erg naar van... Maar ook wij deelden, we hadden toevallig met Peter, had ik net een gesprek vooraf. En toen gingen we er wat vaker, wat dieper op in. We komen zo op de klantreis uit. Maar gingen we ook wat dieper op in van, ja, wat is essentieel? Heel veel mensen weten hoe een trainingsschemaatje maken werkt. De VO2 max berekenen. Al die factoren die zijn heel, iedereen weet het. Maar hoe kun jij, of wat is essentieel voor iemand? Ik gaf al aan, ja, je ziet nou mentaal, sociaal, fysiek. Die factoren die komen steeds meer samen. Dat is niet meer die 24/7, of niet die twee keer in de week naar de sportschool, maar die 24/7 approach. En jij gaf ook al wat gave inzichten in van ja, je ziet nou dat daar ook wat verandering in zou moeten komen. Om uiteindelijk die beleving wat je nu aangeeft echt te moeten veranderen. Dan gaat het om de primaire functie van de medewerker. Ja. Misschien dat je een straks er even over hebben. Een medewerker, zeker op de fitnessvloer, denkt ik moet corrigeren, instructie geven en een goed programma maken. Ja, dat moet je ook. Ja. Maar je belangrijkste taak is, zorg dat iemand weer komt. Dat klinkt misschien heel flauw, maar een groepslesinstructeur die doet dat veel meer. Die zit ook in de ideale situatie om aan het einde van de les te vragen, joh, zie ik jullie allemaal volgende week weer? Ja, nog precies. Beter, wie van jullie is er volgende week? Dan voel je je schuldig als je arm niet opsteekt. Ja. Maar je denkt, oh shit, ik moet eigenlijk wel zorgen dat ik wel ga. Waarom doet de fitnessinstructeur dat niet? Ja. Want dan help je iemand namelijk om daadwerkelijk fysiek een agenda afspraak in je hoofd te zetten, oh volgende week dinsdag ben ik er weer. En als de routine ontstaat voor iemand, dinsdagavond, dat weet ik niet alleen maar, mijn man ook en mijn kinderen ook, dinsdagavond ben ik altijd aan Zumba. Ja. Ja. Dan wordt het makkelijker om het ook elke dinsdagavond te gaan. Want je zo meer een gewoonte jezelf, of zo. Dus. Exact. Ja. En het aanleren van een gewoonte is eigenlijk het primaire aandachtspunt in de eerste maanden van iemand die start. Ja. En niet of hij zijn doel haalt. Moet je wel hebben het doel hoor, maar niemand haalt het doel. Ja. Ik chargeer nu niemand, maar bijna niemand. Ja, maar dat merk je ook wel. Ik denk dat dat ook wel iets is waar heel veel mensen mee worstelen. Als ik naar de sportschool ga en je ziet het nu in de coronatijd. Ik kan een les boeken. Nou heb ik een les geboekt, dan moet ik hem annuleren. Die drempel om te annuleren is al veel moeilijker. Ja, maar als ik een groepsles boek. Ja, en je hebt mensen, je hebt een instructeur waar je gewoon op een gegeven moment een binding mee krijgt. Die ga je dat niet meer doen. Maar als ik niemand weet dat ik naar de sportschool ga. Oeh, slecht weer. Ik moet het fietsje op 5 minuutjes. Nou, Netflix is ook wel lekker. Als je dat weet, hè. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor jouw baliepersoneel? Want wat doet het baliepersoneel op het moment dat iemand de club verlaat? Zegt hij dan, tot ziens? Ja, wanneer zie ik je weer? Dat is al beter. Of tot de volgende keer roepen ze dan. Ja, fantastisch, wanneer is dat? Over 6 maanden. Ja. Wanneer zie ik je weer is beter. Wanneer zie ik je volgende week weer? Of wanneer zie ik je deze week nog? Ja. Wat gebeurt er dan? Bij de morgen. Wat gebeurt er dan? Loopt iemand dan door of wat doet hij dan? Ja, dan ga je het gesprekje aan. Hij stopt, hij denkt na. Donderdag kan ik. Ja. En in één keer wordt de kans veel groter dat hij donderdag komt. Ja, dat is een supergoede tip eigenlijk. En zo praktisch is het. Het is echt geen rocket science. Ja. Het gaat om hoe ga ik iemand helpen om te zorgen dat hij eraan denkt. Ja, laten we het even praktisch maken. Ja, dit is wel inderdaad interessant, want dan heb je dus inderdaad, dan zeg je ook van ja, je personeel die moet daarop inspelen. Maar er is iemand die komt bij jou in de sportschool. Ja. En op een of andere manier, daar gebeurt iets daarna. Ze noemen het vaak de customer journey, de klantreis. Hoe ziet dit er volgens jou uit? Nou, ik exagereer nu een beetje, maar wat ik heel veel zie bij clubs, en zeker zag bij clubs, is dat iemand die komt binnen en krijgt een intake. Dus dat hoop ik dan. Ja. Overigens in dat kader is ook interessant, iemand die een groepsles kiest, krijgt die ook een intake? Vraag ik. Vaak niet eigenlijk, hè? U wil spinnen? Dit is het rooster. Veel plezier. Ja. Wil ik niet weten waarom die komt? Wil ik als club niet moeten willen weten wat zijn doel is, waarom hij voor spinning kiest, misschien is het wel een hele slechte keuze. Ja. Dus daar zie je al één van, ga je iedereen intake afnemen. Maar vervolgens, wat we dan doen, is een soort even de beginsituatie in kaart brengen. We doen een paar testjes, we vragen wat zijn doel is. En we zeggen dan vervolgens, over 6 weken hebben we weer een afspraak, dan gaan we evalueren. Nou, hoe ziet in de praktijk zo'n evaluatieafspraak eruit? Vaak is dat opnieuw de testen doen en een nieuw schema maken. Ja. Ja, dat is denk ik een gemiste kans.
Want we weten dat het daar niet om moet gaan, het moet omgaan. Hoe ga ik zorgen dat, hey, ik heb gekeken de afgelopen 6 weken. De eerste 3 weken kwam je 2 keer in de week. Week 4 en 5 kwam je nog 1 keer in de week. En de afgelopen week ben je helemaal niet geweest. Wat is er gebeurd? Ja. Dat zijn de vragen die je zou moeten stellen om te zorgen dat namelijk de tweede periode van 6 weken wel beter komt trainen. Peter, hoe ziet de ideale klantreis eruit voor optimaal ledenbehoud? Ja, ik gaf net al even kort aan dat, zoals je kijkt hoe het nu vaak gebeurt, is dat we heel erg inhoudelijk gericht zijn. Als aanbieder, maar ook als klant. Dus wij nemen een intake af bij iemand en dan zegt hij wat het doel is. We doen wat testjes en vervolgens geven we een programma en zeggen, joh, over 6 weken herhalen we de evaluatieafspraak. Of dan doen we de evaluatieafspraak. En wat in de praktijk vaak gebeurt na 6 weken, is dat we de testjes herhalen en een nieuw schema geven. Nou, bij die testjes is sowieso al de uitdaging, wat is vaak het resultaat? Nou, Dre heeft genoeg in de praktijk gewerkt. Hoe vaak halen mensen hun doel? Zeg ja, weinig, hè? Weinig, Peter. Dus, Maar wat mij echt fascineert, is dat we dat allemaal weten. Ja. En toch telkens weer iemand aan de voorkant op de weegschaal zetten. In de hoop dat het deze keer misschien wel lukt. Ja. En elke keer moeten we na 6 weken aan de klant uitleggen waarom het niet gelukt is. Want daar hebben we allemaal goede redenen voor. Want ja, bij één duurt het wat langer en je had wat vaker moeten trainen. Je moet ook aandacht besteden aan je voeding. Fantastisch. Maar we weten van tevoren dat we een moeilijk gesprek gaan doen. Waarom? Waarom fixeren we ons op die resultaten als we weten dat die eerste periode vooral moet gaan om hoe zorgen voor dat iemand komt? Ja. Dus je moet in die evaluatieafspraak, mijns inziens, kijken hoe vaak ben je geweest in de afgelopen weken, hoe zag dat patroon eruit en wat kunnen we daaruit leren voor de volgende 6 weken. Okay. En als het gaat over die journey, nou, dat hangt dus ook af van je concept, dat hangt af van je visie als club. Ben je een low budget club, ben je een PT studio, ben je een high end club? Maar uiteindelijk moet je gaan kijken, oké, wat ben ik bereid om aan te bieden aan mijn klant, wat past binnen mijn visie en mijn concept, et cetera. En zorg dan wel dat iedereen dat krijgt. Een protocol, een journey beschrijven alsof je het gaat doen, maar vervolgens niet waarmaakt, dan heeft het geen zin. En het aardige van een journey is dat je ook mensen benadert in hun 3e maand, in hun 4e maand, in hun 6e maand. En dat matcht nou heel goed met retentiedenken van waar raak ik ze kwijt. Want als je terug naar die curve, als je in die curve ziet na 4 maanden dat het misgaat, dan moet je naar je journey kijken. Kan ik iets inbouwen na 3 maanden, wat ervoor zorgt dat die niet afhaakt in de 4e maand. En dan wordt het in één keer heel logisch je retentiebeleid, want er zit een relatie tussen wat jij meet en wat je kunt herstellen in je journey. Daarom is die journey cruciaal voor een club. Heel interessant. En Dre, ben je het er helemaal mee eens? Want ik geloof wel dat jij bent wel een fan van bijvoorbeeld de InBody en dat soort zaken. Ik ben er grotendeels mee eens. Toevallig hebben we het daar dat is het leukste. Over gehad. Nou, ik geloof er wel in, en dat is eigenlijk wel een heel goed punt wat Peter wel benoemt, het resultaat wordt niet heel vaak gehaald. En er wordt wel op gehamerd. Alleen, waar ik ook denk waar het vaak fout gaat, is de begeleiding tijdens. En wat ik heel vaak zie met heel veel klanten, is dat er worden nulmeting gedaan, er wordt een intake gedaan. En dan gaan we lekker aan de slag. Veel succes. Begeleiding, veel succes. En op het einde is er geen resultaat. Maar ik denk, en het is misschien niet helemaal dat je op resultaat moet richten, maar je moet mensen ervoor zorgen dat zij betrokken en gemotiveerd blijven bij je omgeving. He, bij jouw locatie, bij als PT'er of als sportschool, ze moeten betrokken zijn. He, ze moeten het fijne omgeving vinden, dingen die boutiques, met die hele vette sensatie. Ze worden betrokken, dat is een community waar ze inkomen, dus dat is 1. En 2, ze moeten gemotiveerd blijven. Hoe blijf je gemotiveerd? Als jij op een gegeven moment na een x-aantal tijd niet meer weet wat je moet doen, of inderdaad bepaalde factoren zoals misschien de faciliteiten zijn niet goed, ja, dan haak je snel af. En waar ik wel echt in geloof, is dat je als je zoveel mogelijk touchpoints kan creëren met je klant tijdens het traject, helemaal een intake, hè, doe een goede vragenlijst, zorg echt dat je in kaart brengt waar de klant voor komt. Je customer journey is natuurlijk niets anders dan een optelsom van touchpoints. Precies. Wat dat betreft is het in een periode waarin het belang heel nadrukkelijk aangetoond is. Want door de corona-perikelen hebben we heel goed gemerkt hoe belangrijk klantloyaliteit is. Ja. Ik kan het hebben over klantbehoud, maar een stapje beter vind ik nog. Hoe loyaal is jouw klant naar de club waar die traint. En we zien dus dat mensen massaal in staat waren, bereid waren om door te blijven betalen terwijl ze niet konden trainen. Ja. Dat is alleen maar als ze loyaal zijn. Ja, maar denk ook eens na als je kijkt naar, als ik een klant ben of als je een klant ziet en die komt bij jou in de sportschool. Zij willen begeleid worden. En dat is niet dat jij, hier heb je een trainingsschema, ga aan de slag. Want dat trainingsschema kan wel goed passen bij het behalen van je doel. Maar ze willen ook ervoor zorgen dat jij ze
even motiveert tijdens het trainingsschema. En daarom geloof ik wel in dat een soort van doel opstellen, nulmeting, eindmeting. Het doel kan wel echt een motivator zijn. Maar misschien ook. Maar tijdens, dat je er tijdens tussendoor ook, het gaat niet alleen maar om het trainingsplan, maar het gaat om, geeft die klant een goed gevoel. Zorg ervoor dat hij gemotiveerd blijft. Zorg ervoor dat hij ook gemonitord wordt. Denk aan bijvoorbeeld een leuke challenge die je kan doen. Laat zeggen, nou goed, we gaan 8 kilo afvallen in 8 weken. Maar om de 2 weken doen wij een challenge. Je gaat nu 2 weken afvallen, 2 kilo afvallen. Dan doe je een challenge met, we gaan nu zoveel calorieën verbranden. Ga dan lekker mee aan de slag. Geef ze veel handvaten en dan via een appje of via een andere manier. Hey, hoe ver sta je er al mee? Voor de helderheid, ik wil niet zeggen dat doelen niet belangrijk zijn. Ja. Die zijn absoluut belangrijk. Nee. Ik weet ook uit onderzoek dat daar waar iemand een concreet doel voor ogen heeft, dat hij dan een trouwer bezoekgedrag vertoont. Dus het heeft absoluut zin. Ja. Alleen, ik vind dat je niet helemaal moet focussen alleen op het doel, omdat dat andere proces ook van belang is. Ja, eens. En misschien kunnen we eens even inzoomen op de medewerkers. Wat is eigenlijk de primaire taak van de medewerkers, Peter? Ja, het leuke is, je gaat ze eens vragen. Dan krijg je heel boeiende antwoorden. Ik heb net al een beetje kort aangeduid. Misschien daar kun je over discussiëren, maar voor mij hebben ze één taak. Zorg dat iemand er volgende week weer is. Omdat we weten dat gemiddeld mensen zo 1 keer in de week komen trainen. Overigens, die 1 keer in de week is ook cruciaal. Als je daaronder komt, dan is jouw kans dat je uitvalt veel en veel groter. Dat is echt een soort drempelwaarde. Dus iemand die niet 1 keer in de week een routine opbouwt, die loopt veel risico op te stoppen. Ja. Dus om meerdere redenen is het van belang. Om te zorgen dat iemand elke week gaat. Maar een instructeur zou met name moeten focussen, en niet alleen een instructeur, ook iemand achter de balie. Iemand die schoonmaakt. Allemaal, hoe zorg ik ervoor dat iemand die 1 keer in de week gaat halen? En wat ik bij clubs wel eens doe, regelmatig, is werken met een 13 weken strippelkaart voor de eerste 13 weken. Jij moet 13 keer komen in de eerste 3 maanden. Links of rechtsom, en dan gaan we de hele club sturen. Dus aan de balie, hoe vaak ben je geweest nu? Hey, ik zie op je stempelkaart dat je pas 4 hebt gehad. We zitten in week 6. Je moet zorgen dat je even inhaalt. En zo heeft in 1 keer al je personeel invloed op het bezoekgedrag van je klant. Stempelkaart, een beetje ouderwets, hè? Tegenwoordig kan allemaal online natuurlijk. Maar Nederlands vind ik geweldig. Nou ja, houd online, bij, maakt me niet uit. Maar je kan het heel goed zien van deze klant is nu 12 keer geweest, 13 keer. En dan kan iedereen hem aansturen. Je krijgt de beloning, je bent 15 keer geweest. Topper. Ja. Precies. Ja, dat is van een en even terug naar het resultaat. En ik ben het met hem eens dat het niet onbelangrijk is als je een test wil doen. Als iemand vooral als hij het belangrijk vindt, vooral doen. Maar ik heb een testmoment. Ik ga 6 weken trainen, heb weer een testmoment. Daartussenin heb je geen idee. Ja. Als je op bezoeken gaat managen, kun je week in week uit zien hoe het ervoor staat. Dus kan ik ook gedurende die 6 weken ingrijpen, terwijl in dat proces van alleen resultaat heb ik na 6 weken, ik hoop maar dat het goed gaat. Maar als we dan naar het stukje management van die medewerkers kijken, dan is het heel duidelijk van, dan is de vraag van wie pakt wat op, wat zijn de juiste processen, of reken je mensen af op het proces of het resultaat, hoe zie je dat? Nou, weet je, het is niet altijd even eenvoudig gedaan, dat ben ik met je eens. Maar als je mij naar een aantal definities vraagt van retentie, is het managen van bezoeken van je klanten, maar ook het managen van aandacht die wij geven aan de klant. Dat zijn 2 hele belangrijke zaken. Mm-hmm. En die tweede is niet zo heel eenvoudig, want je wilt het met name doen voor die mensen die het hardste nodig hebben. Want dan heeft het meeste effect. En je ziet dat trainers, de een daar veel beter is dan de ander. En even terug naar het groepslesvoorbeeld. Als jouw groep leegloopt als lesgever, dan voel jij je niet heel fijn. Dus dan voel je je heel verantwoordelijk voor het feit dat jouw les niet goed loopt. Als instructeur moet je datzelfde hebben. Als medewerker in de balie ook. Hey, we hebben afgelopen maand heel veel opzeggers gehad. We doen met z'n allen iets niet goed. En je ziet clubs die ook bepaalde groepen leden verantwoordelijk hebben onder 1 trainer. Dus 1 trainer verantwoordelijk is voor bepaald cohort. Je kunt, wat een van de eerste stappen zou zijn, degene die de intake doet, is verantwoordelijk voor de eerste 3 maanden van een klant. Dus ik reken jou erop af of iemand die 3 maanden keurig blijft trainen of niet. En zo niet, dan heb jij het als trainer niet goed gedaan. Ja, een soort ownership creëren. Ja. Ja. En zijn er nog zaken die je dan eigenlijk echt je personeel mee zou geven? Van oké, dit zijn eigenlijk XXX, waar je echt op moet letten tijdens het begeleiden van, want heel veel... Ja, het begint met de gedragsverandering bij je personeel. Ja. Dat zij ook snappen wat nou echt belangrijk is en dat je ze ook dus in resultaten geeft. Joh, onze retentie was dat of wat formaat je ook maar wil gebruiken. En ik zie nu dat er ontwikkeling is, het gaat steeds beter. En je moet ze proberen af te halen van het resultaat denken. En dat klinkt misschien heel raar, want ze moeten het ook weten. En ze moeten ook nog steeds daarop op sturen. Maar dat gedragselement mis ik echt concreet bij heel veel clubs.
dat ze zich te weinig realiseren dat de meeste klanten beweging niet leuk vinden. Zich moeten, zich moeten vermannen om naar je club te komen. En wij als instructeur denken, oh, is dat leuk? Ik train liefst 6 keer in de week. Nou, Tante Truus niet. Tante Truus vindt het verschrikkelijk. En dan, als je dan nog 3 setjes moet doen, is het 3 keer erg. Dus we moeten los van het denken als sporter en denken als klant is echt anders. En ja, ik moet zeggen, dat element, de club daarin begeleiden, dat de trainers uiteindelijk ook de gedragsverandering doormaken die zij moeten doormaken, dat hun rol wat anders is dan ze misschien denken, dat vind ik heel mooi. Maar dat is wel een belangrijk element. Nou, we moeten ook een beetje naar de tijd blijven kijken. Wat is eigenlijk de beste tip voor het verbeteren van ledenbouw? En dan wil ik het eigenlijk eerst eens van Dre horen. En daarna van Peter. Ja, de beste tip, en daar ben ik deels wel met Peter eens, is gewoon de eerste tijd, en sowieso de eerste, ik ben dan niet iets minder met de bezoekersregistratie, maar ik ben eigenlijk echt wel van die touchpoints. Van ja, zorg ervoor dat jij je klant die binnen in je sportschool komt, dat je eerst heel goed in kaart brengt, wat is nou eigenlijk het echte doel? Waarvoor komt die? Want dat hebben heel weinig mensen echt goed in kaart. En dan zorg ervoor dat juist die klant in het begin zo goed begeleid wordt, dat ze echt betrokken zijn bij jouw locatie, bij jouw sportschool. Dus ook de gewoonte en de gewenning bedoel je er ook mee? Ja, in het begin is het een beetje eng. Hè? Zorg ervoor dat je ze niet houd het handje vast na de intake en niet vanaf de intake zeggen, hey, het is bekend hè, het moeilijkste bezoek voor een klant is het eerste zonder afspraak. Ja, ja. Dus of jij soms hebt een intake, introductie, nog 1 of 2 afspraken. De eerste die je dan zonder afspraak hebt, weet ik allemaal nog? Hoe moest het ook weer precies? Help, ken ik wel iemand? Dat vinden ze bloedlink. Een omgeving. Ja. Ja. Dat is een omgeving waar ik helemaal niet hoor, want dat zijn alleen maar fitte mensen en ik ben niet fit. En dat aspect krijgt te weinig aandacht. Ja. En wij denken allemaal dat mensen allemaal sporters zijn. Ja, dat is ook een groep, hè? Die zijn bij andere clubs, hebben die getraind. Die moeten ook een andere customer journey krijgen wat mij betreft dan iemand die echt helemaal nieuw is. Want die heeft andere behoeftes. Ja. Ja, dat bedoel ik ook. Hè. Zorg ervoor dat je in het begin in kaart brengt wat je voor je hebt staan. Wie is het? Ja, wat wil je bereiken? Of is het een Daantje? Ja, dat zou helpen misschien. Nee, soms helpen andere voorbeelden heel mooi. Stel dat je bij de dokter zou komen, Daan, bij de huisarts. En je gaat zitten en nog voordat je iets gezegd hebt, begint hij een recept uit te schrijven. Hoe zou jij je dan voelen? Heel slecht behandeld. Ja. In een aantal clubs word ik lid en krijg ik een basisschema. En ze vragen niet waar ik voor kom. Nee. Dat is dus ongeveer hetzelfde. Hoe kan ik in godsnaam iemand binnenhouden als klant als ik niet weet waar hij voor komt? Kansloos. Ja, maar Dre gaf net de laatste beste tip voor ledenbouw. Nu voor jou, Peter. Wat is jouw beste tip? Ja, daar was ik al bang voor dat je dat zo vraagt. ik zou willen zeggen, ga eerst kijken waar je grootste probleem ligt. Omdat namelijk elke club een andere gouden tip nodig heeft. Het is in ieder geval niet één ding. Nee. Als je op zoek bent naar het gouden ei of naar de oplossing, er is geen quick fix als het gaat over retentie. Het is zo breed ook, hè? Nou ja, alles heeft invloed. Dus dat is ook een van de redenen, we hebben het daar in de voorgesprek over gehad, dat ik heb vroeger veel training gegeven bij een club, 1 training. En ik doe het niet meer, omdat 1 training heeft leuke waarde voor 2, 3 weken, zijn ze geïnspireerd. Ik bied nu een jaarprogramma aan, omdat ik een club echt een jaar wil begeleiden, omdat al die verschillende aspecten aandacht nodig hebben. En bij de een wat meer daar dan bij de ander. Maar je kunt niet 1 ding veranderen in de hoop dat dan een hele retentie beter wordt. Je bent op zoek naar een paar clubs om die intensief te gaan begeleiden, toch? Ik begeleid er maar 4 tot 5. Dus voor Peter, in de follow-up van de webinar, dan kunnen we ook een e-mailadres en zo erin zetten. Zodat mensen zich kunnen aanmelden. Ja. We hebben nog een aantal vragen. Dre, heb jij nog een aantal goede vragen van We hebben sowieso al een paar goede vragen. Sowieso al een goede vraag die in het begin binnenkwam. En dat was van Jan Schellekes van City Gym. Hoe moet ons model veranderen in deze coronatijd? Ah, leuke vraag. Eens wat ik net al zei. Coronatijd was ook een soort afrekening van jouw vermogen om loyale klanten te hebben. Namelijk als je een goede relatie had, dan waren veel bereid om te betalen. Als je dat niet had, die clubs heb ik echt het gemerkt. Je hebt te maken met ik zou het willen zeggen, 3 verschillende klanten nu. Je hebt klanten die, op het moment dat je open gaat, dus op 1 juli stonden ze op de stoep. En die vonden een beetje flauwekul allemaal met corona. Die willen gelijk weer trainen. Die hebben ook moeite om de richtlijnen te volgen, want allemaal flauwekul. Nou, ik denk bijvoorbeeld iemand zoals Dre, die stond op 1 juli op de stoep. Ja. Die houdt gewoon aan de richtlijnen, maar die wilde graag die biceps. Daar hoef je niet zo zorgen over te maken. Die hebben alleen een tijdje niet getraind, maar die willen weer. Nou, er is een soort middengroep die zich wel wil trainen, maar ook wel wat bezorgd is. Nou, die wacht 1 week of 2 voordat ze komen. En die laatste groep die is echt bang en die komt pas na een maand.
Maar voor al die groepen geldt dat ze een periode hebben gehad dat ze minder of anders getraind hebben. Dus dat ze in wezen vanuit het gedragsperspectief weer op gang geholpen moeten worden. Dus het zijn eigenlijk in wezen ook allemaal weer starters. Ja. Dus eigenlijk zou ik willen pleiten dat je ook een soort protocol maakt of een customer journey van naar openen gaan. Dat hebben we natuurlijk al minder gehad, dus we zijn nu te laat. Maar je hebt te maken met het proces wat klanten en angst, dat is een nieuwe factor. Want word ik besmet bij jou? Maar ook vooral, ik ben het me niet gewend, ik heb een tijdje weinig gedaan. Dus in wezen doe je de aantal stappen weer overnieuw. Ja. Je moet weer opnieuw beginnen. Maar dan heb ik een goede vraag van Pieter Verschuren. Ja? En ja, ik denk dat we zitten namelijk nu al eigenlijk nog steeds in de coronatijd, maar we gaan natuurlijk al wel naar de sportschool. Maar ik denk dat heel veel mensen nog steeds huiverig zijn, ja. Gezien de feiten. Komt eigenlijk Pieter met de vraag, zijn digitale bezoekmomenten even waardevol als fysieke bezoekmomenten? Ik ken geen onderzoek waar het onderzocht is, maar als je mijn buikgevoel vraagt, zeg ik ja. Want uiteindelijk die relatie die je met de klant wil gaan opzetten, heeft te maken met touchpoints. Of dat nou is fysiek of digitaal. Fysiek is beter, ja. Maar digitaal is zeker een goed alternatief als je anders het niet zou hebben. Ja. Dus het gaat erom dat clubs, leden voelen, ik hoor nog steeds bij die clubs, ze hebben nog steeds aandacht van mij. Ik krijg regelmatig een mailtje, ik kan een chat vragen, whatever. Maar dat zorgt voor een relatie met de klant. En ik weet al een half jaar geleden gesproken met Daan, toen ging het ook over customer loyalty en wat van belang is. Kijk, een klant krijgt een relatie met een club die ook digitaal kan zijn. Je hebt mensen nu die een aantal maanden digitaal getraind hebben. Je gaat straks mensen krijgen die alleen maar digitaal trainen en nooit bij jouw club komen. Ja. Maar wel zich bij jouw club verbonden voelen. Prima. Dus de wereld is wel aan het veranderen. En het gaat erom dat mensen niet genegeerd worden. Dus als jij touchpoints zo digitaal dan wel fysiek, die zijn allebei goed. Ja. Nou, het was echt, we zijn door de tijd gevlogen. Jammer. Nou, ten eerste wil ik volgende even... Volgende kan ik hoor. Ten eerste nou, wil ik even mijn collega Dree bedanken. Peter voor de rit naar Amsterdam en deze waardevolle input. Ik had nog een laatste vraag, maar die gaan we volgende week beantwoorden. Mevrouw Veenstra van EasyFit Drunen vroeg van... Ja, wanneer is OneFit ook beschikbaar buiten de grote zee? Nou ja, volgende week hebben we de oprichter en CEO van OneFit te gast, Camille Richardson. Dus dan gaan we daar goed op inspelen. En nogmaals bedankt voor het kijken. Volgende week, donderdag 3 september, 12 uur, hebben we de CEO van OneFit en de CEO van Virtual Gym. En dan gaan we bespreken van hoe ziet de toekomst van de industrie eruit? Wat zijn de huidige trends? En wat verklaart het succes van OneFit? En wellicht een interessante aankondiging welke andere steden OneFit naartoe gaat. Nou, bedankt en tot volgende week.